Ik heb niet echt het gevoel dat ik de tienertijd heb ingeleverd. Ik heb eerder het gevoel dat ik het volwassen leven wat eerder ben gestart. Dus als ik bijvoorbeeld nu geen kind had gehad, had ik nu geen koophuis gehad op mijn 19e. En ik heb liever een koophuis op mijn 19e waar ik dan heel blij mee kan zijn dan avondjes in de kroeg steeds, zeg maar. Dus dat is wel een beetje een ruil die ik heb gemaakt. Ik denk dat ik dit wel veel leuker vind. Bij een tienervader denk je misschien al snel aan een tokkie, een probleemjongere of iemand die sowieso de moeder en het kind verlaat. De 19-jarige Max werd vorig jaar vader en kan goed meepraten over deze vooroordelen. Vandaag in een nieuwe aflevering Stereotypies krijgen we een inkijkje in zijn hectische leven. Let's go! Ik ben op bezoek bij Max en zijn vriendin Denne en hun zoontje Boet in Bussum. Tot voor kort was Max student, maar zijn leven maakte een U-turn toen zijn vriendin ongepland zwanger bleek te zijn. Hi, goedemorgen. Ik ben Max. Kom verder. Hij ligt nog te slapen, maar moet eigenlijk wel wakker worden. Dus we zien het niet meer. Oké. Ja! Mooi, hè? Moet ik mijn neus dicht houden? Ja, ik zou het wel doen als ik jou was. Oh ja, ik zie heel veel poep. Ja, ik ben eraan gewend, hè? Ik ben nog nooit een luier verschoten. Nee. Nou, oud ben je ondertussen. Ontbijt. Zeker. Ik heb gehoord dat hij van smerk aan zou. Uiteraard. Ja, moet. Oh, dit kan op tafel. Kijk, ga ik mijn stek pakken. Neem me eens terug naar het moment dat jullie erachter kwamen dat Dennis zwanger was. Er was paniek gelijk, maar het was niet in mijn hoofd dat ik zwanger was. Pas de dagen daarna dat je meer testen gaat doen, toen kwam het besef een beetje van oké. Die twee lijntjes staan er toch wel echt. En nu? Hoe was het besluit van we gaan dit ook echt doen? Ik kwam er heel vroeg achter dat ik zwanger was, rond de 3-4 weken al. En ik heb een keuze gemaakt rond 9 weken. Dus ik was er best wel laat bij. Puur omdat we ook niet echt op één lijn zaten van hé, wat willen we nou? En uiteindelijk merkte ik dat ik zeg maar zo blij werd van een gezond kindje zien, een gezond hartje zien, dat ik de keuze heb gemaakt om wel voor het kindje te gaan. Maar daar had jij wel nog moeite mee. Voor mij voelde het totaal niet alsof ik vader was of alsof hetgene wat in haar buik zat van mij was. En dat Dennis ook de keuze maakte om het ermee door te gaan, zeg maar. Ondanks dat we heel veel hebben nagedacht over wat ik wil en wat we nou samen ook willen. Maar ja, als man heb je ook gewoon wel een keuze. En dat is, ga je weg of blijf je? Dat vond ik wel lastig, omdat je dan in één keer moet kiezen ook tussen je vriendin en wat je misschien zelf voor je ziet. Ik ben ook echt van overtuigd dat daarom zo'n zwangerschap zo lang duurt, zodat je er gewoon een beetje aan kan wennen aan het idee. Dus de emoties die er waren, die waren vooral een beetje frustratie en onwetendheid, zeg maar, wat opspeelde. En eigenlijk kwamen die echte emoties van het vaderschap pas op het moment dat ik echt volledig was gesetteld. Dat ik mezelf die ruimte niet wilde gunnen voor die emoties, omdat ik gewoon in mijn hoofd wel belangrijkere dingen te doen had. Even tijd voor wat cijfers. De gemiddelde leeftijd om in Nederland voor het eerst vader te worden is 32 jaar en 8 maanden. Daar zit Max met zijn 18 lentes jong natuurlijk ver onder. Maar hij is niet de enige. In Nederland zijn er ongeveer 269 tienervaders. Dat is 3 keer minder dan tienermoeders. Het precieze aantal tienervaders is onbekend, want niet alle vaders hebben hun kind juridisch erkend of ze hebben geen ouderlijk gezag. Dit geldt zeker voor jonge vaders. Habla. Voordat we naar Max zijn werk gaan, brengen we Boet langs bij zijn oma. Sinds Max vader is, werkt hij fulltime bij een salesbedrijf voor goede doelen om zijn gezin te onderhouden. Ja, we gaan weer hier naartoe. Ja, en dan komen we zo binnen en heb je eigenlijk hier direct al het allerbelangrijkste van ons bedrijf. Geen woorden, maar cijfers. Het enige wat het toe doet, we draaien natuurlijk puur op resultaat hier en willen iedereen pushen voor die cijfers. Dus je kan wel heel veel lullen in de sales. Het enige wat belangrijk is dat je mensen kan overtuigen. Okay. Allereerst punt, inderdaad. Ja, Flo, wie kent dit nog niet? Wij met z'n allen zijn continuïteitswezens. De mensen die we aan de deur treffen, de mensen die jullie aan het pitchen zijn, zijn dus ook mensen die het vervelend vinden om zichzelf tegen te spreken. En daar kunnen wij gebruik van maken door onze verhaallijnen. Met het zij zeggen, ja, ik vind het probleem belangrijk, ik vind de oplossing goed, u snapt vast dat het op dit moment heel erg belangrijk is. Ja, bam, het herhalen is enorm belangrijk. Jeroen, hoe vaak moeten wij iets tegen deze groep zeggen voordat ze dat onthouden? Ik moet dat 7 keer zeggen. Zijn hier vragen over? Kunnen jullie dit gaan toepassen? Zeggen we allemaal? Ja! Oké, doe de energie. We gaan ook weer een goede energizer er bovenop. Ik merk gewoon dat sinds jij hier binnen bent er een soort knop om is gegaan naar Sales Max. Ja. Hoe vind jij dat?
Ja, dat is wel echt een typisch voorbeeld. Ik hou heel erg van mijn werk. Er zijn op dit moment twee dingen belangrijk voor mij in mijn leven. En dat is mijn gezin en mijn werk. Mijn werk zorgt natuurlijk voor dat ik gewoon mijn gezin ook kan onderhouden. Maar ook alle energie die ik ergens instop, die gaat naar mijn werk en die krijg ik hier ook echt terug. Ja, ze kunnen waarschijnlijk hun kind lastiger onderhouden. Omdat ze zelf ook nog waarschijnlijk onderhouden moeten worden door hun ouders. Ze meisje achterlaten of zijn vrouw achterlaten. Hij had het veilig moeten doen. Arm, denk ik ook. Ik vind het niet heel verstandig. Je komt net van de middelbare school. Ja, veel succes. Hoe reageerde jouw omgeving op het nieuws? Ik merkte dat voor mensen van mijn eigen leeftijd, dat die wel heel erg waren van... Wat ga je nu doen? Hoe dan? Er waren wel echt een paar mensen die gewoon heel erg bot waren. En dat vond ik soms wel, dat vond ik wel vervelend. Vooral omdat ik zelf nog niet wist wat ik wilde gaan doen. En dat er dan wel mensen zeggen, ja, wanneer ga je ze in de steek laten dan? Het voelt niet alsof je iets leuks gaat doen als vaderschap, als iedereen verwacht dat je ermee gaat kappen. Wat zijn de stereotypes waar jij mee te maken krijgt? Een beetje tokkiebeeld van mensen die dan rokend achter de kinderwagen lopen, geen diploma hebben, een slechte thuissituatie hebben. Ik merk dat ik daar wel minder last van heb, omdat ik denk dat dat is wat je zelf uitstraalt of niet. Wat ik het grootste probleem vind van de stereotypen is dat er nul informatie in beeld is over tienervaders. Niemand heeft het enige idee hoe het is. Het enige beeld dat wordt uitgestraald is dat mensen vluchten. Ik heb daar wel last van gehad, omdat ik mezelf niet goed kon oriënteren. Aangezien Max het hartstikke druk heeft met zijn werk en vaderschap, ga ik hem helpen in de sales. Zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Stelt u voor, u heeft een probleem, maar ik heb een pen. Dit is dan toch pen to be? U heeft er ook al zo heen. Ja, maar deze is blauw. Als ik nu voor je neus zou staan met deze pen, dan had je hem uit mijn handen gerukt. Ja, het is met een ballpoint tip. Hij ligt lekker in het handje. Fine linen. Mooie inktdoorloop. Het is een pen. Hallo? Niks verkocht. Hoe is het eigenlijk als je beste vriend vader wordt? Ik vraag het aan Jeroen. Wat voor een beeld had jij bij tienervaders voordat Max er eentje werd? Ja, lastig. Weet ik niet precies hoe ik het toen had. Ik had er wel een negatief beeld in ieder geval over. Laag geschoold en wat minder netjes, om het zo te zeggen. En ja, het zijn gewoon bepaalde types inderdaad die dat, waarbij dat gebeurt. En hoe was het voor jou om je vriend die dan 18 is ineens als een vader te moeten gaan zien? Ja, heel gek. We waren toch allebei gewoon studenten die leuke dingen gingen doen. En in één keer komt hij netjes uit zijn woorden en probeert hij toch een beetje vader te zijn, zeg maar. Dat vindt hij toch wel belangrijk. Echt wat overhemdjes gekocht en net wel echt als een vader natuurlijk. En hoe merk je dan dat Max het tegendeel wil bewijzen? Denim bijvoorbeeld, die zou het ook helemaal niet fijn vinden als vrienden van ons gaan roken om het echt in de buurt van die kinderwagen te doen. Mm-hmm. Echt even verderop. En als we met een groepje, met de kleinere bij op het terras zitten, ja, dan vinden ze het ook gewoon niet fijn om dan hele heftige scheldwoorden te gebruiken die wij als jonge mensen nog wel eens doen. Ben je trots op Max? Ja, heel erg. Ja, ik vind het echt heel knap hoe hij dit doet. En ik snap het soms ook echt niet eigenlijk hoe hij dit dan weer doet, maar ik ben echt wel heel trots op. Vroeger hing Max uit school met vrienden, maar nu maakt hij tijd om leuke dingen te doen met zijn gezin. Hey, bootcamp. Moet goed komen. Speciaal. Hallo. Vandaag gaan ze zwemmen tussen de andere, veel oudere vaders. Doen jullie vaker dit soort dingen samen? Zo vaak mogelijk. Max werkt natuurlijk door de week en ik in de zorg dus ook vaak in het weekend. Ja. Dus we hebben niet altijd de mogelijkheid om leuke dingen te doen, maar als de momenten er zijn, dan doen we het ook wel. Had je verwacht dat Max zo'n vader zou kunnen worden? Toen ik hem kende, heeft hij altijd op 3 jongens opgepast. Dus ik wist wel ergens dat zeg maar, verzorgende en verantwoordelijke in hem zat. Ja. Maar in die 9 maanden was het wel spannend of dat ook op tijd naar boven zou komen. En hoe is Max nu als vader? Die is aan de ene kant heel verantwoordelijk, maar aan de andere kant ook heel los. Dus die durft wel dingen aan. Die durft ook gewoon met hem een reis te maken, naar de dierentuin te gaan. Dus ja, het lijkt alsof het al 10 jaar doet. 2, 1. Word je soms raar aangekeken met Boots? Wat ik eigenlijk vooral merk is dat ik daar eerder onzeker over ben dan dat het echt zo is. Maar ik merk wel dat ik voel een beetje die ogen branden van hey, wat denken zij daar nou van? Ja, en die onzekerheid, hoe uit dat zich? Ja, misschien ligt het een beetje in dat je toch jezelf wil bewijzen of zo. Dat je toch wil laten zien dat je gewoon de vader bent en dat je gewoon een goede vader bent. Hoe zorg je ervoor dat je nog wel een beetje tiener kan zijn? Nou, sowieso mijn werk is alleen maar in de omgeving van andere jongeren. En ik merk wel dat het daar ook in de avond wel gezellig is. Dat we samen een borreltje drinken of zo. Mijn moeder die vindt het
heel leuk om gewoon op te passen, zodat haar zoon ook nog iets kan doen. En dat heeft Den en de moeder ook heel erg. Als er even een leuk feestje is waar we naar uit kunnen kijken, dan regelen we oppas en dan gaan we ook gewoon een avondje gewoon samen op pad. Wat ik ook heel vaak heb, dat ik er enorm naartoe leef en dat het voor mij ook echt een heel leuk moment is. Maar dat de vrienden om mij heen dat gewoon als een standaard avond zien, zeg maar. Dus dat zou ik niet realiseren hoe speciaal of leuk zoiets voor mij is dat je het weer een keertje doet. Gaan we naar boven. Het jonge gezin is pas verhuisd naar een grotere woning. Ik doe een poging om Max te helpen met de laatste klusjes. Oppassen met de spullen. Nou, je bent 19, we zijn nu je eigen huis aan het inrichten. Ja. Hoe heb je dat allemaal al gedaan? Ah, ik ben sowieso al heel lang bezig met geld sparen. En altijd al wel goed geweest met geld. En al sinds mijn 10e ook al bijbaantjes gehad. En ik had dus al 2 jaar nu hetzelfde werk. En toen ik dus hoorde dat ik vader ging worden, toen dacht ik wel, hey, dit werk kan wel, maar moet wel echt even een stapje bijgezet worden. Ik heb in mijn werk gezegd, hey, ik kan niet voor een gezin zorgen met dit werk. Dus ik zou hier graag willen stoppen. En toen zei ze, ja, Max, het maakt mij helemaal niks uit wat je moet doen. Wij gaan gewoon een vast contract voor je regelen, dus dat is wat je nodig hebt. En wij gaan jou gewoon vaste uren geven en die structuur bieden, zodat jij gewoon hier je passie verder door kan zetten. En jijzelf, jouw familie heeft het goed. Ja. Heeft dat jou geholpen om in deze positie terecht te komen? Ik denk wel dat ze heel erg hebben geholpen met het ondersteunen gewoon in de opvoeding. De reden dat ik altijd zoveel spaar en heb gewerkt en goed ben met geld. En dit is daardoor heb kunnen kopen op mijn 19e. Ze hebben wel geholpen met het huis. We hebben bijvoorbeeld ook de wasmachine van hen gekregen. En ze hebben ook een klein bedrag meebetaald. Maar het is vooral heel erg fijn dat ze dus mij ook dit hebben geleerd. Want het grootste deel zou je toch altijd zelf moeten gaan doen, zeg maar. Spiegel ophangen. Hij moet dus hier ongeveer komen. Ja, ja. Letterlijk de gebruiksaanwijzing lezen van een spiegel. Ja, nu kun je hem neerzetten. Dan weten we waar de dingen moeten komen. Oké. En als je zo naar jezelf kijkt, twijfel je dan ooit over wat voor vader je bent? Ik denk niet over wat voor vader ik ben, omdat ik denk dat dat een beeld is wat ik vooral krijg van hoe het met mijn zoontje gaat. Ik heb het gevoel op dit moment dat ik wel mijn zoontje de goede dingen meegeef en ook goed kan ondersteunen in wat hij nodig heeft. Als je teruggaat in de tijd, had je dan misschien nu een andere keuze gemaakt? Nee. Nee, zeker niet. Eigenlijk denk ik dat het mij alleen maar goede dingen heeft gebracht. En dat bij mij als persoonlijkheid, dat ik ook buiten het vaderschap om zoveel verder ben gekomen door de druk en de uitdaging van het allemaal maar moeten regelen, dat ik dit ook juist heel erg fijn vind. En dat ik nu mijn leven ook wel een stuk leuker vind dan dat het een jaar geleden was. We zitten nu in je koophuis, je hebt een baby. Ja. Wat doe jij over 5 jaar? Dat is een hele goeie. Ja. Ik ben dus ook al geregistreerd partnerschap met Denne. Dus officieel is het ook al mijn vrouw. Ze heeft ook mijn achternaam erbij. Er blijft heel weinig over, maar ik heb wel heel veel zin om de komende 5 jaar gewoon even te settelen. Omdat er nu, ja, ieder half jaar is er of dus een zwangerschap, of een kind, of een huis, of een trouwdag bijgekomen. En eigenlijk is dat alles wat de mensen in, normale mensen in 35 jaar doen. Sommige mensen zouden zeggen dat ik bijna klaar ben, zeg maar. Bij de midlife crisis. Ik ben daar graf in. Ja, ja. Precies. Er staat hier nog heel triest een spiegel op de vloer. Ja. Ik ben heel bang dat dit ons niet gaat lukken vandaag. Nee, ja, ik denk het wel dat ik de allergrootste les is van het ouderschap. Dat niet alles altijd kan gaan zoals je dit zelf wilt. Maar op zich, als we hem zo laten staan en gewoon een paar stappen naar achter zetten, dan kunnen we onszelf ook gewoon zien. En kijk, dan werkt dat is het. Ja, werkt perfect. Ja, top zo.